Marije van Hunestein, brons in je eigen stad. Ben je tevreden? Ja, ik ben wel tevreden. Misschien had ik een klein beetje had gehoopt nog wat harder te lopen. Want vorige week was mijn eerste wedstrijd. En toen liep ik 7:39. Nu liep ik 38. En ik voelde me eigenlijk wel iets beter dan vorige week. Dus ik had wel gehoopt iets harder te lopen. Maar wel mijn eerste indoor medaille ooit. Dus dat is sowieso leuk. Ik wou net zeggen, want als je kijkt naar de voorgaande jaren, was je misschien iets wat ongelukkiger hier, hè? Ja, indoor heeft nog nooit echt veel geluk gebracht bij mij. Dat hoeft niet altijd natuurlijk, maar het is wel leuk om een keer dat het wel goed gaat. Ja. En dan maak je dit soort dingen ook een keer mee, een medaille ophalen, een interview. Ja. Nee, outdoor heb ik natuurlijk wel eens meegemaakt, maar indoor, mijn eerste, dus dat is leuk. Wat wel jammer is, denk ik, jij woont hier in deze, of je komt hier uit deze stad. Er zit niemand op de tribune dat jij om je aan te moederen. Nee, dat vind ik wel echt jammer, want normaal gesproken is mijn familie en zijn mijn vrienden hier ook. En nu zitten ze eigenlijk allemaal om de hoek, bij wijze van spreken, op de livestream te kijken. Dus dat is wel erg jammer, maar ik ben sowieso blij dat het door kan gaan. En als het dan zonder publiek is, dan is dat maar zo, ja. Je zegt blij dat het door kan gaan. Als je kijkt naar de rest van het seizoen richting Spelen. Ja. Ja, het is ook een beetje allemaal nog spannend, toch? Ja, ik hou er niet echt heel erg mee bezig eigenlijk. Ik denk dat het belangrijkste is dat we gewoon ervan uitgaan dat het doorgaat. Dus dat je gewoon ready bent wanneer het wel doorgaat. En als het anders blijkt te gaan, dan horen we dat wel weer. En dan passen we ons wel weer aan. Ja. Hoe ga je ervoor zorgen dat je ready blijft? Ik heb sowieso nog wel wat werk te doen. Sowieso, ik merk gewoon dat de snelheid nog niet op en top is waar het hoort te zijn. Klein beetje kwaaltjes gehad afgelopen winter met mijn Achillespees. Dus ik hoop vanaf nu gewoon volle bak door te trainen tot de zomer. En dat de snelheid goed is. Om dat stapje nog even te maken, ja. Nu wel blessurevrij? Ja, nu wel, ja. Maar niet heel lang, dus of duurde niet, of nog niet heel lang, zeg maar. Dus vandaar dat ik misschien net wat minder fit voel nu dan ik had gehoopt. Maar ik vind het sowieso leuk om mee te doen en daarom doe ik ook mee. En dat fitheid, dat komt alweer als ik weer lekker kan trainen. Zo is het, weer in een fittere vorm richting te spelen. Ja, zeker. Dankjewel. Ja.